Mijn naam is Arno Bruining en ik ben directeur-eigenaar van Arok Smart Technologies. Ja, we staan hier omdat we gestart zijn met een nieuw soort project. Een van de onderdelen wat komt kijken bij het beheren van een magazijn is het tellen van de voorraden. Dat gebeurt nu veelal manueel. Dus iemand rijdt, zoals hierachter te zien is, met een heftruck omhoog, controleert de pallets en rijdt weer terug naar de volgende pallet. We hebben gekeken of we dat konden automatiseren en we hebben geprobeerd om dat te doen met drones. Ja, de drone die vliegt hier door het magazijn heen. Die drone die verzamelt beelden. Die beelden die worden via 5G verstuurd naar een edge computing. Edge computing is een computer die op afstand staat gelokaliseerd, een soort cloud computing. En die stuurt de verwerkte beelden weer terug naar de drone, waarop de drone zich kan positioneren in het magazijn. En 5G is daar uitermate geschikt voor om op afstand de beeldverwerking te doen en dat terug te sturen naar de drone. Mijn plannen met dit project zijn om dit internationaal en wereldwijd uit te gaan rollen. We hebben al veel interesse gehad van bedrijven die geïnteresseerd zijn in een dergelijke oplossing als dit.